Dit is Manraj. Hij woont in India en werkt in een kledingfabriek. Omdat zijn ouders weinig geld hebben, moet Manraj werken. De omstandigheden zijn verschrikkelijk, want hij moet 12 uur per dag werken en hij verdient maar 50 cent per dag. Omdat hij moet werken, kan hij niet naar school. Dit is Sander. Hij woont in Maarsen en zit op de Witte Roos. Naast dat hij op school zit, spreekt hij vaak met zijn vrienden af. Sander vindt het erg belangrijk dat kinderen naar school kunnen gaan en heeft met een groep vrienden dan ook de actie Stop Kinderarbeid opgezet. Deze actie is een groot succes en heeft inmiddels veel geld opgebracht. Ja. Wilt u misschien een cakeje kopen? Ja, nou, dat vind ik natuurlijk altijd lekker. Wat zitten daar voor mooie kaartjes op? Stefan en deze groep hebben samen een actie opgevoerd voor Stop Kinderarbeid. Wat dus goed van jullie. En hoe kwamen jullie daar zo bij zo'n actie? Nou, omdat het wel erg is wat de kinderen in andere landen moeten werken. Wilt u een cake van ons kopen? Ja hoor, hoeveel kost dat? 2 euro. Oké. Wilt u misschien een cake kopen? Ja hoor, dat wil ik wel. Kost eentje voor 2 euro. Nou, dan wil ik wel eentje. Wilt u misschien een cake kopen? Ja, wat gaat dat kosten? Ja, eigenlijk 2 euro, maar voor u 50 euro. Hoeveel? 50 euro. Nou, top. Ja. Nou, lekker. Dankjewel. Doei. Doeg. Ja, dat wil ik wel. Eén cake kost 2 euro. Hé, hey, kijk eens, laatste cake. Oh, daar zit iemand. Misschien kunnen we het daaraan verkopen. Ja, goed idee. Wat een leuk hier. Wil je misschien de laatste cake kopen? Oh ja. Dus het kost 2 euro. Alsjeblieft. Lekker wel. Yes. Doei. Yes. 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 We hebben alles verkocht. Ja. Kom, we gaan het tellen. Ja. Geld te leuk. Nou. €10. Ik kan zelf een pinpas. Ik heb een pincode. Ik heb een portemonnee. Zo hé. 6.000. En ik heb nog een pinpas. En ik heb de code. En nog 5 euro. En nog 5 cents. Ik heb nog een paar centjes. Ja, ik ook nog. 8.000. 9.000. Ik heb een pinpas. En ik de code. Ik heb nog een paar centjes. Jongens, we hebben 10.000. Yay! Nu kunnen we onze reis maken naar India, Sander. Yes. Jongens, kom, we gaan nu onze koffers pakken. Ja. Ja. Oh, dat geld dan. Oh, ja. Ja. De kinderen kwamen al snel 3 droevige Indiase kinderen tegen en sprak hen aan. Hebben jullie dan geen huis? Nee. Geen vader, moeder? Nee, niks. We kunnen ook niet naar school. En als jullie niet naar school gaan, wat doen jullie dan? Ja, we moeten in een kledingfabriek werken. We werken 12 uur per dag en 7 dagen per week. Serieus? Dat is echt heel erg. Nou, weet je wat? Wij gaan jullie helpen. Ja. Loop maar met ons mee. Kom maar. Kom maar. Na overleg met de ouders van de kinderen besloot de actiegroep om het Indiase gezin te helpen met verhuizen naar Nederland. Een paar weken later vloog het gezin samen met de actiegroep terug naar Nederland. De ouders van Manraj zijn samen met de actiegroep een winkel begonnen. Met allemaal Indiaanse producten en verdienen daarmee nu voldoende geld. Zodat Manraj en zijn broer en zus gewoon naar school kunnen. Vandaag gaan we beginnen met de geschiedenisles. We gaan het hebben over de Tweede Wereldoorlog. In Park Goudstein staat er ook een monument. Die staat ervoor ook om de mensen te herdenken die hebben gevochten voor de vrijheid. En daarom is het belangrijk dat je geniet van de vrijheid in Nederland. Inderdaad.
Manraj en zijn broer en zus zijn inmiddels al 10 jaar in Nederland. Het gaat zo goed met ze dat ze ook heel leuk werk hebben. Als echte ambassadeurs van de vrijheid vertellen ze op basisscholen over het leven in vrijheid. Zoals vandaag op de Witte Roos in Maarsen, hun oude school.